Hallo, ik ben Arjan en dit is het Terschelling TV-journaal van 2 februari 2018. Met vandaag onder andere: brandweer en politie rukken uit om 2 sneeuwwitje-achtige schoentjes. Ergernis om de oranje brievenbussen op Terschelling. En in het kader van Terschelling bouwt en verbouwt het nieuwe strandpaviljoen West aan Zee. Dat krijgt gestalte. En verder nog: volksdansvereniging bestaat 70 jaar. Maar we beginnen zoals altijd weer met het weer. Het eerste gedeelte van de week was het warm en was het ook weer heel nat. Dinsdag was de beste dag van de week. En volgende week wordt het zelfs een beetje winter, met misschien ook serieuze vorst. Afgelopen zaterdag was er commotie alom bij de ijsbaan in Midsland, ook wel bekend als de Geitenwei. Wat was er aan de hand? Een wandelaar ontdekte 2 schoentjes die heel erg verdacht leken op de muiltjes van Sneeuwwitje. Maar Sneeuwwitje was in geen velden of wegen te bekennen. Politie en brandweer rukten vervolgens uit om het gebied aan een nader onderzoekje te onderwerpen. Was ze toch op tijd thuisgekomen toen de klok 12 uur sloeg? Best vaak, ja. Ik heb hier toch wel erg af. Ik heb hier de plantjes hier zo. En Gerrit zit. Ik zat daar eigenlijk diep in mijn broek. Waar kun je je brief of je ansichtkaart nog op de post doen op het eiland? Een brief posten op Terschelling, dat kan. Overal staan van die prachtige oranje brievenbussen. Bijvoorbeeld hier in Oosterend. Of hier in Lies kun je ook een brief op de bus doen. Ja, en natuurlijk informeren. Daar kun je ook je brief posten. Ja, of hier in Hoorn. Nee, niet in Hoorn. Want deze, die gaat weg. Dan is er dus geen enkele brievenbus meer in Hoorn. Dus als je in Hoorn je briefje wilt posten, moet je of 2 kilometer naar Oost, naar Oosterend. Of een paar kilometer naar West, naar Lies. Maar hier is helemaal niks meer. Hoe kan dat? We gaan even bellen. Informatienummer en het... We zijn al... Al onze medewerkers zijn nog steeds in gesprek. Oh. Heeft u nog een moment geduld, alstublieft? PostNL Media Relations, Ilversum Scherp. Hallo, Arjan Bokselaar van Terschelling TV. De mensen hebben hier een brief gekregen van PostNL... over de locaties waar de brievenbussen... blijven bestaan en waar ze ook weggaan. Nee, dat moet ik anders zeggen. Dat was een lijstje en daar stonden zeg maar de locaties waar de brievenbussen gehandhaafd bleven. En toen zijn wij erachter gekomen dat in het plaatsje Hoorn, waar 1000 mensen wonen, geen brievenbus meer staat. Die gaat verwijderd worden. Terwijl dat in de naastliggende dorpjes, die veel kleiner zijn, de brievenbus wel blijft. Weet u waarom dat is? Nou, ik heb het niet zo 1 tot 3 paraat, maar ik ga het liefst even voor u uitzoeken. Ja? Terschelling TV, zei u, en wat is uw naam? Arjan Bokselaar. Ik ga eventjes met mijn collega even kijken hoe Terschelling eruit ziet en wat de achterliggende ideeën zijn. En dan kom ik even bij je terug. Oké, okay. Ja. Heel goed. Prima. Dankjewel. Nou, dan weten we eigenlijk nog niks. Vorige week lieten wij enkele verbouwingen zien op het eiland. Maar er wordt nog meer gebouwd. We zijn gaan kijken bij Douwe en Selina Wiegman naar de vorderingen van het spiksplinternieuwe paviljoen West aan Zee. Onder het kopje bouwen op Terschelling staan we nu weer voor de 2e keer op West aan Zee. De eerste keer stonden we hier op een plateau, op palen, dat was alles. En nu staat er een prachtig gebouw aan in wording. Hoe ver ben je, Douwe? Nou, we zijn wel via de planning. Het gaat goed. Je legt niet achter op je schema? Nee, helemaal niet. Nee. Ja, ze hebben vandaag, of gisteren hebben ze de ramen erin gezet. Dus ook al via planning. Ja? En Jetse is aan het lassen. Aan het lassen. Kortom. Kortom. En jullie gaan beginnen met de vloer, zag ik, of niet? Nee. We gaan hier met de keuken. Die keuken komt in april. Ja. En dan komt de betonvloer. Overheen met de betonvloer? Hier komt de betonvloer heen. Okay. Met kunststof.
En ja, die komt in april, dus die moet eerst klaar. Ja, precies. Ja. En dat wordt de keuken. Oh, dit wordt de keuken? Hier. Dit hele stuk? Hele stuk. Zo. En dit is... En die keuken wordt helemaal open. Oh, dit wordt open? Dit blijft open. Dit helemaal, van daar naar daar? En nee, waar komt de bar dan? Die komt hiervoor. Oh, die komt hiervoor. Hoeveel stoelen kun je binnen hebben? Geen idee. 200? Nee joh. 150? Nee joh. 150. Nee. Ja, makkelijk. Ja? Ja. Nou, 150. 150. We beginnen klein. We gaan niet gelijk gek doen. Nee, we beginnen met een stuk op 150. En dan kunnen er altijd 250 worden. Ja. Maar dat stuk, dat wordt ook kroeg. Nee. Strandtent. Dat is de... Nee. Nee, maar dat stuk waar die palen nu liggen. Hier, dit stukje. Nee, dat wordt de ingang. Kijk, dat wordt de ingang van de keuken. Van de keuken? Hier komt een toilet. Je zaak, oh, hier komen natuurlijk toiletten. Hier komt het toilet dus van het personeel. Zitje van het personeel. Je hebt ook nog openbare toiletten, hè? Ja, dat is in deze. Dat komt daar. Dit komt hier. Dit wordt het toilet. En dit wordt het zitje voor het personeel. Het personeelsverblijf. Hier komt de keuken in. Dit is eigenlijk allemaal de hele weg. En hier krijg je geen terrassen. Nee, hier wordt het nog buiten. Dit is eigenlijk werkvloer ook, ja. Dit stukje. Dit is buiten voor mijn flessen. En, ja, je afval en containers. Hier komt wat. Die maakt Marcel. Hun? Hier komt een scherm. Ja, hier komen schermen, ja. Dat snap ik. Ja. Dit wordt helemaal buiten. Ja, en je terras dat zit helemaal aan de westkant en aan de voorkant. Ja. Nou ja, en dit wordt allemaal... Hier komen allemaal eiken tegenaan. Ja, precies. Het wordt allemaal eiken. En wanneer moet dat er aan? Volgende week? Ja, nee, volgende week? Nee. Alles volgende week? Nee. We doen alles volgende week. Nee. Wij doen alles, gewoon alles volgende week. Volgende week. Kan makkelijk. Ja. Nou. Arjen, donder niet neer, hè? Laten we kijken. Heb je die containers voor de wind ervoor gezet? Ja. Ja. Windvanger? Ja, dit is puur de Schelling. dit is gewoon... Dit is puur de Schelling, ja. Ja, maar zonder die containers kan je niet werken. Dus is het om te voorkomen... Hier krijgen we een trap. En hier komt een trap? Hier komt een trap. Naar beneden. In deze breedte? Ja. Daarom heb je die palen er ook neergezet, neem ik aan. Ja, okay. Aan de westkant. Oké, leuk. Komen daar nog vlakken in of zo? Vlakken. Blijven dat hele ramen? Nee, maar hele ramen. Hele raam, ja. Veel raam en geen hout. Veel ruimte. Veel ruimte, ja. Nou ja, hier komen dan... Er wordt doorgetrokken. Ja. Er komt nog een scherm dan. Eigenlijk heb je hetzelfde idee als bij wat je oude tent. Ja. Dat je ook hier zo'n ingang hebt, neem ik aan. En hier kan je onder zitten. Ja. Nou, komt hier een scherm. Hè? Hier komt de deur. Oh, hier komt het ook weer dicht. Ja, en dat is een apart... Voor invaliden en mensen die slechte been zijn. En die kunnen hier dan zitten. Ja. Kijken, snap je? Ja. En hier krijg ik ook nog een trap. Oh, hier komt ook nog een trap? Ja. Deze wordt 12 meter lang. Dit is een trap, kijk. Oké. Dus een enorme trap dus. Ja. Hier hebben we het ingaan. Hier lopen de mensen langs. Zie je? Ja. Daar komt nog een brug. Ja, maar precies. Dat moet je nog maken. Ja, maar dat snap ik. Ja. Leuk, man. Kijk, de groeven die hierin zitten, dat zijn eigenlijk allemaal groeven van het riet, van de rietwortel. Van de wortels. Niet te geloven. Zo hard. Niet te geloven. Echt veel, ja. Prachtig. Wat een mooi hout. Dit wordt de vloer van de tent zelf, binnen. Waanzinnig. Ja, doe ik ook. Nou Douwe, dit is... Wat zeg je? Ik zeg, dit is wel uitzicht, hè? Dit. Ja. Dit is wel uitzicht. Kanonnen. Mooi, hè? Als je hier een appartement van maakt, dan... Ja, dat mag allemaal niet. Kan je wel 10.000 euro van vragen? Ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, joh. Ja. Fantastisch. Ja. Maar dit is ook een grote ruimte. Dit wordt dus puur privé. Nee.
Technische ruimte, opslag. Opslag. Een zitje voor Selina, ja. Computer, bank, televisie. Ja. Kan zich even terugtrekken. Super. Ja, toch? Ja. Er waait een andere wind in het gemeentehuis. Ja? Vind ik van wel, ja. Nou, mooi. Ja, in zijn algemeenheid. Ja, dat is heel goed. Ja, ik vind dat wel positief. Dat is wel eens leuk om te horen, voor ook van die mensen die er werken. Ja. Dus dat is... Ik heb altijd problemen gehad. Ja. Ik was niet de makkelijkste, hè? Nee. Maar... Je bent er nu wel positief? Ja, dat zijn mensen die... Ja. Oké, okay, nou. Dat is alleen maar leuk. Ja, toch? Ja, goede constatering, toch? Ja. Ze zijn er ook voor ons. Ja. Toch? Ja. In feite. En wat is nou uiteindelijk... Ja, wij zaten hier vroeger natuurlijk. Met z'n tweeën zaten hier op een rond een kampvuurtje. Ja. En dan waren we nog stout naughty boys. Ja. Naughty boys. Nee, met een paard. Met een paard ook ja, nog. Ja, met samen met een paard. Ja, paard en paard. Ja. Nee, maar... Wanneer denk je dat je klaar bent? Zoals het nu lijkt. Nou, ik denk... Eind mei of zo. Eind mei. Ja. En ga je dan ook nog draaien van het zomer ermee? Ja, denk ik dat wel. Dat is wel. Ja, 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 dat is wel het doen. Ja. Ja, ja. Okay. Maar we maken alles keurig netjes af. En dapper ga je ook. Geen stress. Nee. Want je gaat eerst weer aan de andere kant nog over natuurlijk. Zo. En wanneer is dat weer? Dat is half maart. Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi, man. Ik ben erg onder de indruk. Heeft hij nog meer vragen? Altijd veel vragen. En we hebben ook overal een antwoord op. Bloedserieus. We zijn bloedserieus. Wij wel, hoor. Wij wel. Wij. Mijn grote neef, ja. Hè? Ja. Hey. Hey. Mijn laatste. Hij is de enige echte van de familie nog. Ja. De gezamenlijke volksdansvereniging Terschelling bestaat in 2018 70 jaar. En dat moet natuurlijk wel gevierd worden. Afgelopen zaterdag was er een beknopte tentoonstelling. En er werd uiteraard ook veel gedanst en muziek gemaakt. En bovenal heel veel herinneringen opgehaald. Rinke Mier. Zeggen de zes van de voorzitter. Ah, Jan Kees is eigenlijk de voorzitter. Ja, maar jij bent van Horen, toch? Ja, ik ben ik ga eerst even met jou praten. Ken dat aan? Rinke, het eerste wat me opvalt, 70 jaar. Ik dacht dat het veel ouder was. Nee. Net na de oorlog opgericht, hè. 5 november 1947. Maar de vereniging om Horen is toch ouder? Toen is de vereniging Horen opgericht. Dat was de eerste. Midstand valt in december, West een paar jaar later. Maar... Was er daarvoor gewoon wel volksdansen, maar geen vereniging? Nee. Men was bang dat de volksdansen verloren zouden gaan. Ja. En toen hebben Willem Pries en Kees Doeksen, hier het Horen, beide het Horen, Willem Pries en de Lerge Bossen, die kwamen elkaar tegen en zeiden, dit gaat niet goed als dit zo doorgaat. Nee. Wij moeten dat in verenigingsverband moeten wij dat proberen te behouden. Is het zo gegaan? Dus dat was eigenlijk van tevoren was er geen sprake van georganiseerd gedoe. Nee, we leerden het van elkaar. Ja, oké. Okay. Want wat is het programma? Want het is een tentoonstelling en jullie gaan vanavond? Vanavond hebben we hier een buffet. Ja. En dan hebben we een gezellige avond met de drie verenigingen. Hoeveel leden heeft de club op dit moment? Totaal denk ik dat we nog wel 200 leden hebben. Jawel. Maar de actieve leden, vanavond zijn we met 60. Ja. Dat hadden er wel wat meer kunnen zijn. Maar de oud-leden die niet meer komen, die voelen zich bezwaard om hier naartoe te komen. En dat is helemaal niet nodig, want die hebben jarenlang de club gedragen. Ja. Ik zag wat ik net op, toen ik binnenkwam waren die meisjes aan het das. Jonkies, geen jonkies. Nee, klopt. Ja. Willen niet? Nee, maar ik ben dus ook begonnen toen ik 10 jaar was. Ja. Op een lagere school. Toen kwam Bauke Boomstra hier. Ja. Als leraar. En die had een accordeon. En toen hadden hier altijd Sinterklaas. Hadden wij s'avonds. En toen heb ik in de 5e klas. Hebben wij een stuk of 4 dansjes voor Sinterklaas gedaan. En toen ben ik begonnen te dansen. Dus ik was 10. En nu heb ik 58. Ja, maar verdommen ze het gewoon of hebben ze andere ideeën? Ja, nee, dat wordt steeds minder. Er was nog heel lang dat er wel een paar waren, maar dat houdt op, ja. Dat is jammer. Ja.
Want er zijn wel hè, meisjes, die, maar dansen, krijgen die ook les en zo? Ja, 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 ja. Ook één keer in de 14 dagen in de winter. Okay. Ja, ja, wij, dat is echt wel serieus. Ja, maar vroeger was het een hele grote groep, maar er wel 20 of 30. Maar ja, het zijn er nu nog een terug 12. En dat is, ja, dat is, maar ja, met ons ook precies hetzelfde. Zie je het somber in? Nee, nee, want we hebben dus 6 januari afgelopen. Hadden wij, want we hebben nog straks de trekzakavond weer. Wat? De trekzakavond. Oh, ja, ja. En dan mag je geen trekzakavond noemen, geloof ik. Ja, maar, dat vind ik wel. Maar daar wordt ook gedanst. En er zijn die jeugd tussen de 20 en de 30, zei, daar worden we voor de leeuwen geworpen. Want dan moeten we gewoon meedansen. Wij willen nog wel eens een paar keer wat oefenen. En dat hebben we dus 6 januari gedaan. Er waren 40 jongeren. Best wel veel. Hartstikke veel. Dus en, er is wel aanwas? Nou, wij hopen dat we daar een beetje de kentering kunnen krijgen. Maar dan moeten we wat losgaan van de oude tradities. Niet zeg zus en zo moeten. Ik denk dat je wat volksdansen en modern dansen bij elkaar doet. Dat ze niet met Sunderum aan de kant staan, want dat is zonde. Ja, want dat zijn natuurlijk wel cruciale avonden. Ja, ik heb dat zelf vroeger geleerd. We hadden hier op een school hadden wij een soos. En dan word ik een jaar of 18, denk ik, 16. En toen hebben wij een winter lang van Renske de Haan uit Oostrent de dansles gehad. Een paar simpele dansen. En daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor. Want ik sta nooit aan de kant. Nee, dat is leuk. Ja, ja. Dat is hartstikke leuk. En daar ontbreekt het aan hier. Ik hoop dat het nog een tijdje doorgaat. Ik ook. Ben er zeker van. 100 jaar maak jij nog mee, hè? Nou. Ah, ja, ja. Ja, ja, we gaan ervoor. Ja, joh. Ja, joh. Jan-Kees Smit, jij bent voorzitter van de Totaal, begrijp ik, of niet? Ja, ik ben voorzitter van de drie afdelingen. Dat zijn drie afdelingen, West, Midsland en Horen. En dat houdt in, wat zijn de activiteiten die jullie gezamenlijk allemaal onderhouden? Gezamenlijk doen we vaak reisjes en optredens zoals culturele bijeenkomst 30 juni aanstaande. Dan hebben we vieren we het 70-jarig bestaan en nog wat groter. Samen met de Western Ledersingers. Waar is dat? In ET10. En dat is op welke datum? 30 juni. De zaterdagavond na Oerol. Oké. Okay. Want jullie hebben 200 leden zo'n beetje bij elkaar opgeteld. Wat is de verhouding Westen? Want op Westen leeft het wat minder, heb ik het idee, of niet? Ja, het is eigenlijk geboren hier in Horen. Horen, Willem Vries heeft het eigenlijk opgericht. En daarna is het in Midsland opgericht en daarna is West opgericht een aantal jaren daarna. En totaal is het eigenlijk een overkoepelende VTV en dat is eigenlijk zoals we dat uitdragen naar buiten het eiland. Vanzelf te maken met moderne zaken die ook spelen. Dat zijn dus dansen zoals van Kira Meijer. En dat is een andere dansgroep waar dus ook heel veel dansers naartoe gaan. Maar het is geen hippe sport? Het is geen hippe sport voor jongetjes. We proberen eigenlijk iets breder te maken, iets breder te trekken. We proberen ook meer culturele avonden te maken. We hebben nu een nieuw theater, Theater de Ronde, bij Amarens. Ja. Bij de Volkshogeschool. En daar proberen we eigenlijk wat meer cultuuravonden te brengen in de zomer straks. En wat houdt dat in? Wat wordt er toegevoegd aan het volksdansen? We proberen dus eigenlijk culturele dingen die op het eiland zijn, zoals zanggroepjes, muziek. En we gaan dit jaar weer subsidie aanvragen bij het Meerschapsfonds om te proberen om een nieuwe houten vloer op de betonvloer te krijgen. En we proberen dat theater nog verder op te waarderen, zodat we een prachtig mooi theater krijgen daar. Een theater eigenlijk, een nieuw bostheater eigenlijk. Nou, gefeliciteerd met dit jubileum en dan op naar de volgende 70 jaar, hè? Ja, 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 ja. Vinden jullie het ook leuk? Ja. Doen jullie het al lang? Ja. Hoe lang? Dansen? SME doet het nog maar. Ik heb het nog maar 2 keer gedaan. Je hebt nog maar 2 keer gedanst. En jij? Ik heb dan denk ik 50 keer. 5 keer. En jij? En jij veel meer. Hoe lang heb jij al gedanst? Ik weet het niet. Kees, jij danst ook of niet? Ik dans ook wel eens, ja. Maar je speelt voornamelijk, of niet? Ja, eigenlijk beide. Net een beetje door. Bij de jeugd speel ik altijd, sowieso. En bij de volwassenen dan wissel ik het af, net wat nodig is. Het is een beetje moeilijk om jongens op de vloer te krijgen, hè? Bij de jongeren wel. En dan bij de jongeren gaat het dan wel, dan de generatie niet. En de oudere generatie, dan komen ze graag weer. Ja,
dat snap ik wel. Maar ik bedoel echt, ik zag alleen maar meiden net. De jeugd is inderdaad lastig, want nu hebben we nu geen jongens op dit moment, helaas. Hoe lang zit jij daarbij, Tien? 52 jaar. Hoeveel? 52 jaar. Leren. Kan je nagaan. Je bent bijna een van het eerste uur. Ja, bijna. En je bent nog ineens 70. Ja, bijna. Willem Cupido, ik hoor net dat je er het langst bij zit, het oudste lid bent van nu. Ja, ja. Van, wanneer ben je begonnen met dansen? In 57. 57? Ja, 1957. 1957? Dus je bent al 60 jaar, 61 jaar lid? Ja, ja, ja. Hoe ging dat, was het, want ik hoorde dat voor die tijd, was het geen vereniging, maar was het gewoon los dansen, hè? Ja, het was een officiële vereniging, alleen wij hadden een jongere groep. En wij dansen dus de ene week en de andere week dansen de ouderen. Maar ja, op het laatst wordt het leeftijdsverschil, dat wordt te groot. Dus toen wij allemaal bij die ouderen komen en die jongeren die ben ermee opgehouden. Maar hoe bedoel je een jongere groep en een oude groep? Nou, kijk, er was natuurlijk een volksdansgroep. Ja. Maar toen waren wij er ook bij en toen zeiden ze, ja, jullie zijn nog te jong, dat kan niet. Maar dat mocht niet? Nee, dat mocht niet. En dan heb je het over 16 jaar of zo? Ja, ja, ja. Maar ja, toen later, toen ik uit dienst kwam, toen ben ik erbij gekomen. Nou, gefeliciteerd. Nooit. Mooi feestje. Nooit gemist. Ik bleef niet thuis voor de televisie. Van Aapma, speelman van de Volksdansvereniging. En ook danser, begrijp ik. In het begin heb ik gedanst. En later wou het niet meer, dus het dansen niet. En toen ben ik begonnen te spelen. Heb je ook kapotte knieën? Nou, rug meer. Oh, jij hebt natuurlijk een rug. Je hebt een al heel lange rug. Oké. Hoe zie jij de toekomst van het volksdans? Nou, ik speel nog steeds bij de jeugd. Ja. En als we de jeugd hebben, houden we de toekomst. Dus... Ja, maar ik zag heel weinig jongens. Ja, ja die hebben ouders. Wordt het volksdans ook transgender of zo? Ja, dat wordt transgender. Dat doen we nu ook al. Ja. Je moet met je tijd meegaan. Je moet met de tijd meegaan en alles... De meiden kunnen net zo goed als jongens dansen. Dus. We gaan niet meer naar heren en dames, maar we gaan gewoon alles door elkaar. Hartstikke idee. Ja, gewoon ergens gaan en doe je behoefte. En, eigenlijk laten jullie de meiden gewoon in spiegelbeeld dansen. Gewoon, ja. Ja, zeker. Ja. En dat leren ze ook van het begin af aan. Gelijk. Gelijk. Ze kunnen twee kanten op. Ja. Dat is wel heel modern, vind je niet? Nee. Dat moet kunnen in dit jaar. Nou, dit is nieuws. De Volksdansvereniging gaat transgender. Hij kan nog dansen, maar één klein dansje. Eén klein dans. Nee. Doorstoorde ik nog, Harry, of nee? Nee, hoor. Nee, daar werd ik mee ophouden. Waarom? Een nieuwe knie erin en dat doe ik niet. Nou, maar je naar je knie kan toch zo weer dansen? Ja, maar dan kan je alles wel. Maar dat doen we maar niet. Hè? Dat doen we maar niet. Wanneer ben je gestopt? Toen ben ik gestopt. En wanneer? Ja, toen 6 jaar geleden. Toen je nieuwe knie kreeg, ben je gestopt? Ja. Dus je danst 6 jaar niet meer? Ja. Ja, dat zou ik graag bedienen. Gonda, hoe ben jij bij de club betrokken? Ik ben helemaal niet bij de club betrokken. Ik heb nooit gedanst. Nee, maar je bent wel een fan, of niet? Ja, ik vind het wel leuk. Ga je vaak? Nee, want ik ben er niet bij. Nee, maar ik bedoel naar uitvoeringen. Ja, dat wel. Dat vind ik altijd wel een feest. Dat is toch leuk? Ja hoor, ik geniet nou ook met volle teugen. Ja. Leuke sfeer. Ja. Allemaal oude mensen die je weer ziet op een film. En dat is prachtig. Ja. Ja. Je hebt ook een sociale functie, toch? Jazeker. En dan moet je wel mee blijven doen, hè? Ja. Ja. Hoe lang heb jij gedanst, Inke? Nou, een goede 30 jaar denk ik. Misschien wel langer, ik weet het niet. Wanneer ben je begonnen? Nou, ik ben begonnen. Ik was bij Garage Cupido om een auto te kopen. Heertje werkte daar nog. Heer Klein? Heer Klein, ja. Ik zei, nou is dat niks voor jullie om met volksdans. We hebben net getrouwd, 68. Nou, dat is wel wat. Zo zijn we begonnen. Want hebben ze ook nog in Delawal gedanst ooit? Ja. In Delawal hebben we ook nog gedanst, ja. Een hele tijd eigenlijk. Ja. Ja. Want dat was natuurlijk ook de oefenruimte, of niet? Ja, dat was de oefenruimte. Dat was eerst in de grote zaal, maar heel veel leden. En later voor in de kleine zaal nog. Dus inderdaad. Dus ben je nog steeds lid? Ik ben nog lid, maar er gebeurt niks meer. Dus we staan op doodspoor. Dat is mee. Hoe is het? Mooi.
Het is weer bijna Valentijnsdag, 14 februari. En Terschelling TV heeft iets speciaals. Ken jij nou iemand waarvan jij denkt... nou, daar zou ik wel eens een stevige strandwandeling mee willen maken op Terschelling? Nou, misschien kan dat wel. Ga dan nu naar de Facebookpagina van Terschelling TV... en laat ons weten met wie jij heel graag die strandwandeling zou willen maken. Tag die persoon dan in het bericht... en misschien maak jij dan kans op een meet and greet met jouw ideale vriend of vriendin. En maak kans op een weekend na Terschelling om samen die romantische droom uit te laten komen. En wie weet zitten jullie dan samen een weekend lang in een van de schitterende accommodaties van Westend of Resort Dellewal. En ook voor een fiets wordt gezorgd. Dus geef je nu op. Voorwaarde is wel dat je abonnee wordt op ons YouTube kanaal en ons liked op Facebook en op Twitter. Dit was het dan weer. Heb jij leuke ideeën of andere leuke dingen te melden? Laat het ons dan even weten op info@terschelling.tv. En wie weet zit het volgende week wel in het journaal van Terschelling TV. Wil je helemaal op de hoogte blijven? Neem dan een abonnement op het weekblad De Terschellinger. En ga daarvoor naar www.deterschellinger.nl. Tot volgende week.